Dit is Stu, waarin ik voor jou op zoek ga naar de attracties op de Tilburgse kermis die het meest bijzonder zijn. Achter me zie je het funhouse staan en als een bijzondere attractie, want die komt het meeste voor op de kermis in Tilburg. En daarnaast is het ook de attractie met een van de jongste medewerkers van de kermis, namelijk Frank van 16 jaar oud. Stu! 16 jaar en jij werkt nu al bij een kermisattractie. Ja, ik reis met mijn ouders mee door heel Nederland en Duitsland. Wat vet man, want ook het hele jaar door zeg maar. Ja, zolang de kermis is wel. Ja, wat vet. Maar hoe doe je het met school? Waar ga jij naar school toe? Ja, dit jaar ben ik klaar met school. Dus nou ga ik fulltime mee en normaal bleef ik dan thuis. Of kreeg ik huiswerk mee en dan zo deed ik mijn school dan. Hoe groot is die attractie nou voor jou? Hij is 15 meter hoog. En 28 meter lang. Hoe vervoer je dat in vredesnaam van kermis naar kermis? Nou, dat zijn drie transporten. Dat is de voorbouw, dat is één trailer. Dan is degene met de verdiepingen, dat is één trailer, want dat zakt allemaal in elkaar. En dan hebben we de trailer nog waar de glijbaan op zit. En die klapt ook helemaal in. En zo zijn drie transporten. Dus jullie rijden met drie vrachtwagens deze kant in? Ja. En het bestaat uit drie losse onderdelen, maar in die losse onderdelen wil ik nog van alles zitten. Wat zit er allemaal in het funhouse? Allemaal obstakels waar je overheen kan lopen dan. Zoals rolletjes of draaitonnen waar je op kan staan. En dan ga je ronddraaien en allemaal grappige dingen. Een leuk parcours. Zo. Is er wel eens iemand heel hard onderuit gegaan in het funhouse? Ja, op de rollenbaan vooral. Daar gaan heel veel mensen onderuit. Nou, dat was hem. Ik kom er net uit. Het is een ontzettend leuk funhouse. Laat ik daarmee beginnen. Hij staat op de Paleisring. Ik heb een hartstikke leuke tijd gehad. Maar het is misschien niet helemaal mijn attractie. Ik ben er iets te oud voor, ben 23. Maar het is wel heel leuk voor kleine kinderen en voor mensen met kleine kinderen. Dus zit jij in die leeftijdscategorie, is misschien wel jouw attractie. Omdat het niet helemaal mijn attractie is, maar het toch heel leuk is, wil ik hem toch 3 van de 5 eentjes geven. Dus bij deze 3 van de 5 eentjes voor het funhouse op de Paleisring. Dit was Stu. Tot de volgende.